Het nieuwe sportcentrum De Braak in Helmond was voor de nationale jeugdkampioenschappen badminton uiterst geschikt, want er kon op 7 banen tegelijk worden gespeeld. Een talrijk publiek volgde geïnteresseerd de finale bij de meisjes tussen Marian Luske uit Haarlem op de voorgrond en Joke van Beuzekom van de Haagse vereniging Dropshot. Het werd een ongelijke strijd, want Joke, die haar titel verdedigde, was veel sterker. Dat bleek al in de eerste game die ze met 11-2 won. Hoewel Marian Luske goed en attent partij gaf, was ze ook in de tweede game niet tegen de titelhoudster opgewassen. Joke van Beuzekom won de tweede game met maar liefst 11-0 en prolongeerde zo op zeer overtuigende wijze haar titel van jeugdkampioene van Nederland. Vol spanning was de finale herendubbel tussen Rudy Hartog en Huip van Wijk aan deze kant van het net en Jan-Willem Kroon en Rob Knevel, die vaak spectaculaire dingen liet zien. Kroon en Knevel speelden verrassend sterk en dat leverde Hartog en Van Wijk weliswaar moeilijkheden op, maar niettemin wonnen ze de eerste game met 15-10. In de tweede game ging het op dezelfde manier. Weer goed werk van Kroon en Knevel, maar opnieuw een zege voor de andere twee en met dezelfde cijfers. Het kampioenschap ging dus naar Rudy Hartog en Huip van Wijk.